Wat vind je nou het knappe aan de prestatie van de BBB-mevrouw? Dat ze het ongenoegen op een zodanige wijze heeft weten te combineren met wat in feite een betrekkelijk ondergeschikt punt is, namelijk de stikstof. Al die mensen die verder van die stikstof niet veel weten en die bovendien zelf waarschijnlijk geen grote veestapel op nahouden, dat die hebben gedacht van zie je wel, dat is eindelijk iemand die zegt hoe het zit. En dan krijg je ook weer dat schrijven ook al die intellectuele commentatoren, dat zij zo gewoon is, dat haar sterkste punt zij is zo gewoon. Maar daar gaat het niet om, volgens mij kun je veel beter zeggen authentiek is een veel beter woord. Het Verlossum, kunt u mij horen? De aflevering die al aangekondigd is, namelijk die over de monsterzegen van de BBB van Caroline van der Plas. Daar hebben we er nog niet over gehoord, Maarten, maar in deze aflevering gaan we het allemaal bespreken. Wat vind je ervan? Nou ja, de provinciale verkiezingen hebben afgelopen woensdag plaatsgevonden. In alle normale landen wordt er op zondag gestemd, wat een stuk praktischer is. Maar niet in Nederland, omdat een kleine orthodox-christelijke minderheid van mening is dat onze lieve Heer dat niet graag ziet. Dit soort van activiteiten op de zondag. Wat ik eigenlijk wel een beetje eigenaardig vind. Maar alleen, het is nu eenmaal zo. Dus het was woensdag. En zoals iedereen ondertussen wel weet, was het een vrij opmerkelijke uitslag. Je weet ook dat bij zulke gelegenheden de opmerkelijkheid van de uitslag altijd schromelijk overdreven wordt. Van alles wordt anders. Een nieuwe wereld breekt aan. Maar dat soort van praatjes. Wat mij ook altijd stoort is dat de suggestie wordt gewekt in de media dat heel Nederland zo gestemd is. Nee, ja inderdaad, iets meer dan 20%, maar niet heel Nederland. Hè? Waarom er zo'n fundamenteel verschil zou zijn in betekenis tussen de 15 leden van de Eerste Kamer van de linkse combinatie en de wellicht 16 leden van de Eerste Kamer van de Boerenpartij, de BBB-partij. Dat zie ik dan ook niet zo in, maar dit is kennelijk onvermijdelijk, want dat was bij Fortuin zo. Nederland heeft gesproken, roep je nog van de bank wanhopig, ik niet. Maar ja, dat helpt allemaal niks. Maar goed, dat zakt natuurlijk wel weer, het is ook een beetje een eb- en vloedverschijnsel. Dus we doen een verstandig aan om het even punt voor punt door te nemen en te kijken hoe het eigenlijk zit. Maar wat even je eerste reactie. Wat dacht je toen je de uitslag zag met die eerste exit polls die binnenkwamen? Ja, letterlijk. De vijfde Messias is neergedaald. Ja, Fortuin, Wilders, Verdonk, Baudet. En daar hebben we Caroline van der Plas. Ja, maar is dat een terechte vergelijking? Deels wel, wellicht deels niet. Daar gaan we nu een antwoord op zoeken op die vraag. Want het was vrij opmerkelijk dat allerlei intellectuele commentatoren nu ineens beslisten van ja, we konden dat allemaal maar niet zo makkelijk vergelijken met de Forum voor Democratie, want dit zou een blijvertje worden. Nou, dat is nog maar even afwachten. Dat zou kunnen, daar zijn wel argumenten voor, maar of die ook echt totaal overtuigend zijn, is de vraag. Daar gaan we proberen antwoorden op te vinden. Laten we eens naar de cijfers kijken. Die zijn interessant genoeg. Ik dacht dat de opkomst spectaculair veel hoger was dan 4 jaar geleden. Maar ik lees net in de NRC dat die goed vergelijkbaar is met die in 2019. Dat kennelijk niet zo heel veel veranderd is. Dat viel een beetje tegen. Want natuurlijk als de opkomst aanzienlijk veel hoger zijn geweest, moeten we dat positief duiden. Dat betekent dat mensen die normaal niet gaan stemmen bij provinciale statenverkiezingen, dat nu dan ineens wel hebben gedaan. Ik moet zeggen dat de samenstelling van de BBB-beweging of van het electoraat toch wel wat anders was dan ik dacht. Als je dan naar de cijfers kijkt. Het is voornamelijk 50-plus en lager opgeleid. Daar komt het toch een vrij grote trekje op neer. Is het goed om de bron te noemen? Waar blijkt dat uit? Dit blijkt allemaal uit een artikel in de NRC van zaterdag. Wat start op pagina 2. Maar ja, je weet, ze hebben 26 bijvoegsels op zaterdag. Dus als je me nou vraagt welk bijvoegsel het was, dan weet ik niet meer. Okay, maar het is in ieder geval onderzocht. Maar dus het is het is onderzocht. En ik neem aan dat die redacteur die cijfers niet uit zijn eigen duim gezogen heeft. Maar dat die zijn vastgesteld door een of andere commissie die dat soort van dingen vaststelt.
het blijkt toch dat een groot deel van die stemmen van de BBB-beweging komt van de VVD, CDA, in het bijzonder de CDA, maar ook de PVV. Dat zijn toch de... Daarnaast hebben alle partijtjes wel iets geleverd aan de BBB-beweging, maar dit zijn toch de hoofdleveranciers. Nou, D66 tegenpol van BBB, ook best wel veel mensen. Nou, dat was niet indrukwekkend als je naar de staartjes kijkt. Vergeleken met wat de VVD, de PVV en het CDA levert, is dat niet bijster indrukwekkend. Aan de rechterkant van het statistiekje zijn nog allemaal dunne gekleurde streepjes, maar nogmaals, dat is niet... D66 verliest één zetel in de Eerste Kamer. Maar Ipsos had ook onderzoek gedaan en die zeiden, we vinden het toch opmerkelijk dat ook D66 stemmers naar de BBB zijn gegaan. Ja, maar dat zijn er echt niet bijster veel. Althans niet, want dit ook volgens mij in dit stuk kwamen de cijfers ook van Ipsos. Wat nog meer interessant is, is dat het aantal jongeren wat op de BBB stemt werkelijk verwaarloosbaar klein is. Er is geen enkele partij die zo weinig interesse wekt bij jongeren als de BBB. In die zin zou je kunnen zeggen is, laten we zeggen, de staying power van de BBB, als je even naar leeftijd kijkt, niet bijster groot. Het is bepaald, maar goed, dat is niet verrassend, geen stedelijke beweging. Maar vooral komt het van buiten de steden, zij dat er ook in de steden fors op de BBB-beweging is gestemd. Kijk je naar die bekende boemerang van extreem welvarend Nederland, hè, Haarlem, Amsterdam, naar beneden Utrecht, daar is relatief weinig op de BBB gestemd. Hoewel tenslotte ook de provincie Utrecht, een van de meest welvarende delen van Nederland, ook daar hebben ze tenslotte gewonnen. Al duurde het lang voordat duidelijk werd dat GroenLinks toch verloren had van de BBB-beweging in Utrecht. Nu krijgen ze dus 16 zetels waarschijnlijk. Ik begreep dat Caroline ook wel het voorzitterschap zou willen claimen van in de Eerste Kamer. Ja, heeft ze gezegd, ja. Ja, dat wens ik ze van harte toe. Daar kun je alleen maar schade bij oplopen. Dus waarom niet? Lijkt mij althans. En dan moeten we natuurlijk de vraag stellen, is dit een blijvertje of is het geen blijvertje? Waar ging het eigenlijk allemaal precies over en wat gaat er veranderen in Nederland nu de BBB-beweging wel steeds in de gaten houden bij provinciale statenverkiezingen een enorme overwinning heeft behaald. Dit zijn geen Tweede Kamerverkiezingen geweest. De opkomst was dus tenslotte, begreep ik uit het stuk, 57%. Dus ja, dat betekent toch dat 43% van de kiezers thuis is gebleven. Of liever gezegd, normaal gesproken is op ongeveer 20% van de kiezers minimaal thuis gebleven. Maar wel hoger dan normaal. Nou, niet het liet zo goed vergelijken met 2019, las ik in datzelfde stuk. Dus, en ik had ergens anders gelezen dat de opkomst al 61% was. Ja. Dus, en de hoogste in 30 jaar, hoorde ik de NOS ook zeggen op woensdag. Ja, dus, maar of dat nou dus uiteindelijk zo is, dat moeten we even afwachten. Vooral omdat al die tellingen natuurlijk tot zeer voor kort nog gaande waren. Ja. Goed, mijn voorspelling over wat de staying power zal zijn van deze beweging en wat die beweging in Nederland gaat veranderen. Je begrijpt dat ik dat ga relativeren en dat het naar mijn idee eigenlijk, net zoals bij al die andere messiassen, uiteindelijk een vrij teleurstellend resultaat zal opleveren. Het ging natuurlijk de BBB-beweging primair over de stikstofproblematiek. Nou, aan de schroefjes van de stikstofproblematiek kan wel wat gedraaid worden. Zoveel is wel duidelijk en stond direct in de krant, de ambtenaren waren aan de slag gegaan en je voelt aan je water hoe dit gaat aflopen. De deadline wordt opgeschoven. Dat had Hoekstra al eens een keer gezegd. Die van 2030, ja, bedoel je? Ja, al zal de D66 dat niet leuk vinden. En bovendien denk ik dat er nog wel wat geschroefd kan worden aan die uitkoopregelingen. Dat zullen de dingen zijn die kunnen veranderen. Kan alles veranderen? Kunnen we gewoon zeggen, weg met stikstof, bestaat helemaal niet, allemaal flauwekul, moet je niet doen, er kunnen best nog wat koeien bij. Nee, natuurlijk niet. We hebben een stikstofwet in Nederland. We hebben een kabinet wat daarvoor staat, daarvoor zijn handtekening heeft gezet. We hebben internationale afspraken gemaakt. Dus ja, daar kan wel wat geschroefd worden aan de schroefjes. Maar niet maximaal en het probleem gaat tenslotte niet weg. Het moet tenslotte een keer opgelost worden.
Nou, hoe dat valt te rijmen met de aanwezigheid van de BBB in al die diverse provinciale colleges, dat gaan we afwachten. Maar net doen alsof het niet bestaat, het probleem, dat is niet aan de orde. Maar dat doen zij niet, hè? Nee, dat doen zij niet. Dus zijn ervoor dat er ook aan de schroefjes gedraaid wordt. Maar als ze maar niet de suggestie wekken daarbij dat daarmee het probleem eigenlijk min of meer opgelost is. Want daar is echt geen sprake van. Nou begreep ik laatst, daar hadden we het al een keer over, dat uitkoopregelingen in Limburg redelijk werkten. Dus waarom elders dan niet? Gedwongen ja of nee? Ja, tenslotte loop je natuurlijk toch tegen een probleem aan dat het opgelost moet worden. En om met de Duitsers te spreken, zo of zo. Dus dat zal op den duur, ja, zeker voor de radicalen, op dit punt, waar natuurlijk die hangen ook vaak aan tegen het idee dat dat klimaatgelul allemaal flauwekul is, om ons niet al te veel van aan te trekken, zal dat toch, denk ik, op de middellange termijn een teleurstellend resultaat opleveren. Iedereen begrijpt natuurlijk dat deze uitslag, deze mega-uitslag, mag je best zo noemen, dat die natuurlijk het gevolg is van een stapeling van factoren. Het is niet alleen de stikstof, al schijnt die wel degelijk een belangrijke rol te spelen. Waarbij je dan altijd denkt, als geschoold krantenlezer, al die kiezers van, zou die nou wel weten hoe dat allemaal in elkaar zit? Dat zou ik dan wel eens willen weten. Mm-hmm. Waarschijnlijk niet. Ja, het beeldje is duister gevallen. Ja, hij doet het nog. Ik moet even kijken of het dan... Maar hij doet het nog. Ik zie mezelf. In ieder geval. Het is een stapeling van ontevredenheid. Terecht overigens, laten we dat meteen voorop stellen. Het is een stapeling van ontevredenheid. En we kunnen al die dossiers nog eens een keer opnoemen. Altijd voor de aardigheid is dat nuttig. Niet waar, dat is laatst een rapport over de bewaking. Onderlinge ambtelijke ruzies die ervoor gezorgd hadden dat het niet functioneerde. We hebben de afhandeling van de Groningse schade. We hebben de afhandeling van de toeslagenaffaire. We hebben de drama's bij de rechterlijke macht. De formatie die heel lang duurde. We hebben een formatie die waarschijnlijk expres gerekt is om de zaken een beetje te vervoezelen. Er was ook een rapport over, hè? Ja, ook daar was ook een interessant rapport over. Dat eigenlijk helemaal niet deugde. En natuurlijk ook het vertrouwen in de democratie heeft beschadigd. Dus waar we het eigenlijk over hebben, kunnen de Belastingdienst nog even toevoegen, die niet in staat is vanwege verouderde computers om voorgesteld beleid tot uitvoer te brengen. We kunnen eventueel nog het elektriciteitsnet opnoemen. Stel voor, Tom, dat jij een elektrisch fornuis wil aanschaffen. Ja, dan krijg je bericht dat dat jammer genoeg niet kan, want het net kan het niet aan. Waarbij je toch ook denkt, hoezo? Is er niet gepreludeerd? Heeft men niet gezegd, wacht eens even, groei. We hebben het lullen toch al lang over die elektrische auto's. Kennelijk niet. We hebben dus in feite te maken met een subpar, kun je dat zeggen? Een onvoldoende functionerende overheid. De redenen van dat onvoldoende functioneren, die steken diep. De rot in het Nederlandse ambtelijk en uitvoerende apparaat, die zit heel diep. Die is ook niet van vorige week. Die is ook niet persoonlijk veroorzaakt door Rutte. Die heeft te maken met een bestuurscultuur waarmee men al in de jaren 80 feitelijk begonnen is. Laten we wel wezen, de BBB-beweging heeft voor deze problemen totaal geen enkele oplossing in petto. Wat blijkt dat uit? Ideologisch. Heb jij daar iets over gehoord? Nou, ze zijn vrij vaag op bepaalde thema's. Zelfs het stikstofdossier zelf leidt aan deze ambtelijke verkalking. Hè? Heb je een verkiezingsprogramma gelezen? Ja, dat heb ik ooit gelezen. Dat moet zeggen dat je een heel eind lezen, denk ik, dat is allemaal heel aardig. En dan eens staat er dat het stikstofprobleem eigenlijk niet bestaat. Toen dacht ik, nou, dat is fijn, dat is mooi. Maar daar denkt de rest van de wereld anders over. En dat zal ook nu blijken. Nogmaals, ze zijn wel bereid tot compromissen en de overheid kennelijk ook wel. Maar uiteindelijk zal het toch opgelost moeten worden. En ja, dan moet je die afspraken. Ja, of je moet dan heel raar gaan opstellen. In ieder geval staat er, wat ik ervan herinner, nergens iets over bestuurscultuur, overheidsmanagement. En iedereen weet ook wel dat daar niet 1, 2, 3 oplossingen voor zijn. Omdat de problemen daar heel diep steken en veroorzaakt zijn
door ideologisch denken. Ja, hun programma is uit 2021 en recent is het nog geactualiseerd. Maar bijvoorbeeld gezondheidszorg, daar lees je vrij weinig over, begrijp ik. Nee, en nogmaals, net dit probleem. Nou, we zijn de management van de overheid. En al die problemen waar we nu al jaren tegenaan kijken, waar blijkbaar geen oplossing voor is. Sterker nog, je hebt altijd de indruk dat ze het allemaal nog ingewikkelder maken dan dat toch al was. Neem de toeslagenaffaire. Niet waar daar dat. De BBB-beweging die heeft niet een nieuw ambtenarenkorps wat ingevaren kan worden. De BBB-beweging zal het moeten doen met hetzelfde ambtelijke apparaat wat in de afgelopen 20 jaar zo hopeloos gefaald heeft. Dus in die zin zal die ontevredenheid, die gestapelde ontevredenheid, die zal niet 1, 2, 3 weggenomen worden. Sterker nog, ook veel problemen rond het stikstofdossier hebben ook te maken met die wonderlijke, dat wonderlijke ambtelijke onvermogen. Wat is ons niet al beloofd? Op dat zou geweldige uitkoopregelingen komen, dat zou binnenkort bekend worden, dat zou allemaal hartstikke soepel gaan lopen. Voortdurend hetzelfde patroon, van alles beloofd. Het zijn altijd termijnen van 5 jaar of 10 jaar. En tenslotte gebeurt er geen kloot. Hè? Omdat natuurlijk over het stikstofdossier nog een grote hoeveelheid onzekerheid bestaat. Hè? En daar ja, nogmaals, de BBB heeft niet aangekondigd dat ze 10.000 efficiënte ambtenaren hebben opgeleid daar in het oosten, die nu in Nederland dus orde op zaken gaan stellen. Nee, we zitten met een voortdurend tekortschietend management van onze overheid. Maar de hoop bestaat wel een beetje dat zij de menselijke maat terugbrengen in het beleid. Nou, dat is de menselijke maat aan Mahoula. Ik bedoel, wat is de menselijke maat? Mag ik daarnaar vragen? Wie bepaalt wat de menselijke maat is? En is dat de menselijke maat van Terbergen? Of is dat de menselijke maat van Amsterdam, van Rotterdam-Zuid? En ja, nee, we hebben alle menselijke maat in Nederland. Nogmaals, qua leeftijdsopbouw, qua locatie van de concentratie van het electoraat, is de BBB-beweging bepaald weinig consistent in voor de toekomst. Dus niet echt toekomst voorbereid. De kiezers zijn oud, de kiezers zijn laag opgeleid en toch grotendeels niet stedelijk. Ja, kijk even naar het huidige Nederland en de mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Dan zou ik daar niet vrolijk van worden als ik de manager van de BBB-beweging was. Waarmee niks afgedaan is van het feit dat ze nu heel succesvol waren. Nu de vraag, is het een blijvertje? Aangezien ze die grote maatschappelijke problemen niet op zullen kunnen lossen, denk ik dat er op dat punt teleurstelling onvermijdelijk is. Aangezien ik denk dat op de middellange termijn uiteindelijk toch heel vervelende oplossingen moeten worden bedacht voor het stikstofdossier, denk ik dat dat ook op de middellange termijn teleurstellend zal aflopen. Je zou natuurlijk wel kunnen redeneren, kijkers, het is duidelijk dat de BBB-beweging erin geslaagd is om een aanzienlijk deel van het CDA-electoraat weg te snoepen door duidelijk te maken dat ze staan voor het platteland of voor het niet zo stedelijke Nederland. Nou, daar kun je een brede definitie van maken. Dus daar bestaat de mogelijkheid dat het CDA nog verder krimpt en dat we eigenlijk een soort dat de BBB een soort neo-CDA zou kunnen worden. Dat dacht ik niet uitgesloten. Dan natuurlijk de kwestie, keren wij terug tot de vijf messiassen. Even een slokje nemen. Mm-hmm. Ik moet even voor duiken, je bent een beetje verkouden. Dat speciale wijwater wat we hiervoor ingekocht hebben. Heerlijk. Het is niet zo dat je hebt op de verkiezingsavond van de PvdA GroenLinks hebt staan schreeuwen, waardoor je stemdrisme is verkoudheid. Nee, dat is het niet. Het is verkoudheid. Ja. Wellicht opgelopen omdat ik hier ben. Ik stem hier om de hoek in de school. Ja, de computer was kapot. De computer was kapot? Ja, zeker. Maar je stemt toch met het potlood? We hebben met z'n allen tot tegen de 9:30 hebben we buiten gestaan. Ik heb 3 kwartier gewacht voordat ik mijn stem kon uitbrengen. Omdat het waarmerken van de paspoorten, dat moest een computer via een computer, maar die computer die deed het niet. Dus ja, dat ging allemaal bar lang duren, dat begrijp je wel. Ja, kennelijk had de gemeente niet de moeite genomen eens even te kijken of het systeem eigenlijk wel werkte, ja of nee. Bovendien kun je ook, ik suggereerde nog aan die meneer van die commissie die daar zit, van joh,
Dan doe je toch een tijdje. Hè? Je ziet het even door de vingers. Want hij vertelde zelf, je had al meerdere malen hier gezeten in zo'n kiescommissie of hoe dat mogen heten. En dat hij nog nooit van zijn hele leven op deze locatie een vals paspoort was tegengekomen. Een beetje flauwekul gewoon. Hè? Wie gaat dan nou met een vals paspoort Ik heb dat stemmen? Niet gezien op de V-markt. Nee. Ik vond, jij kon snel stemmen. Ja, ze keken gewoon naar het paspoort en huppakee, je kon doorlopen. Geen computer kwam aan de pas. Misschien dachten ze daarvan, we hoeven het toch eigenlijk niet te controleren. Bij iedereen. Maar er stond trouwens wel een rij hoor, het was wel druk. Man, er stond hier een rij. Eerst was ik gaan kijken. En al in de middag, aan het begin van de middag, stond er al een rij tot op halverwege het schoolplein. Ze hebben het aantal stemkantoren naar beneden gebracht. Ook dat. Waarom in godsnaam? Hè? Was ik nog even vergeten. We zijn op een flauwekul. Goed, dit tussen haakjes. Zal ook wel weer bezuiniging zijn geweest, of te weinig vrijwilligers. Dat is een mogelijkheid. Betaal ze beter dan. Zou je zien, dan krijg je een heel stuk meer vrijwilligers. Hè? Op Schiphol bleken alle problemen oplosbaar te zijn. Als je gewoon die mensen wat beter betaalde. Veiligheidspersoneel en de kofferafhandelaars. Maar ja, daar hadden ze geen zin in. Het waren langlopende contracten. Dus hadden ze veel liever dat er een rij van 600 meter buiten stond. Ik kon altijd een tentje huren waar ze in kunnen staan. Dit tussen haakjes. Ja, dit tussen ook een ander typisch management falen, toch? Anders kan ik het niet noemen. En toen dacht ik, nou, er staat nu al een rij halverwege. Hey, weet je wat, ik ga vanavond even stemmen. Dus ik ging s'avonds kijken. En hij was twee keer zo lang geworden. Ik denk, nou ja, als ik nou maar wel wat langer wacht. Kijk, ik wacht tot 8:30. Want dan is de loop eruit. En dan beseft iedereen, het is zo klaar. Toen was de rij nog eens een keer twee keer zo lang geworden. Die stond tot ver in de Zaanderdamstraat. Toen ben je wel blijven staan natuurlijk. Ja, ik wou wel. Nou, ik moet je eerlijk bekennen dat ik even speelde met de gedachte. Ze kunnen me ook echt een pot op. Dat ik daar ook nog nu toch om 8:30 nog eens een keer 3 kwartier moet gaan staan. Je werd wel goed op de hoogte gehouden van de verwerkingstijden en zo. Dus ja, ik stond er om 8:30 en ik denk dat ik om 8:19 gestemd heb. Ja, ook daar weer denk je, zelfs dit kunnen ze niet meer, hè? De Nederlandse overheid. Wat altijd, ik heb hier 45 jaar gestemd hier in die school. Ik heb nooit een probleem gehad. En we zitten in 2023. En het lijkt God beter het wel of ik in Ohio moet stemmen. Waar je de hele dag in de zon staat. Ja. Nu snap ik ook waarom die uitslagen zo laat binnen waren. Nou, dat kun je wel zeggen, ja. Want het bleek dat deze problemen, ik geloof ook in Rotterdam en Den Haag, zijn voordelen. Ja. Maar het gaat om 9:00 officieel dicht, maar ze wachten dus wel de rij af. Dus als je nog in de rij staat, mag je nog stemmen. Dan hebben ze het hek afgesloten om 9:00. Maar toen stonden er op het plein, op het moment dat het hek werd afgesloten, op het plein nog van die Eftelingenrijen, weet je wel, met van die lussen. Ja, zo'n zigzaggen. Ja, zo'n zigzaglijn. Ja, dus wie weet heb ik daar, ik zei nog, als ik hier een longontsteking oploop, dan krijgen jullie de rekening. Nou, dat is vrij fataal. Het kan fataal zijn, hè, op jouw leeftijd. Zeker op mijn leeftijd. Dan laten ze ze ook gaan, hè. Het is een zachte dood, naar het schijnt, de longontsteking. Ja, dus nu weer terug naar het vraagstuk, is het een blijvertje? Ja, en de vijf messiassen. Wie weet, want je weet dat de vijf messiassen, daar gaan we ook even iets over zeggen. Als ze dus erin slagen om een soort van nieuw CDA te worden. Wat natuurlijk, het heeft die BBB is een lollige benaming, dus misschien kun je daarmee voort. Het schijnt ook dat ze BBB gebruikt hebben om meer mensen ook buiten de boerenbubbel uit te spreken. Dat zijn natuurlijk mensen die, laten we zeggen, praktisch hebben aangekeken. Ja, we hebben nu al 10 jaar op de televisie gezien dat alles wat onder leiding van Rutte gebeurt niet werkt, slecht werkt, veel te langzaam werkt. Nou, en immense maatschappelijke ergernis geeft. En nogmaals, terecht, het is terecht. Ontevredenheid is terecht. De kwestie is alleen, is de BBB in staat om het op te lossen? En mijn eenvoudige antwoord is nee. Met als gevolg dat het onvermijdelijkerwijs weer teleurstelling geeft. Dus al die deftige stukken in de krant van nee, dit zou toch best wel eens een blijvertje kunnen zijn. Vooral die mevrouw van der Plas is echt een heel groot politiek talent.
En dan zeg ik, ja, ik weet nog een ander heel groot politiek talent. Namelijk Geert Wilders. Die inderdaad ook een blijvertje is gebleken te zijn. Maar we hebben er niets aan. Het is Geert Wilders, het is een locomotief die op een zijspoor staat. En af en toe trekt hij aan de stoomfluit. En dan zeggen we, oei, daar hebben we Geert. Maar de betekenis voor het beleid of voor de oplossing van maatschappelijke problemen, 0,0. Wilders was wel wat extremer, heb ik het idee, dan Van der Plas. Veel. En dat was ook een reden voor velen om te zeggen, nou ja, kijk, die Wilders is extreem. En trouwens ook wat over zijn aanhanger en niet van weerhoudt om bij parlementaire verkiezingen steeds de PVV of de een na grootste of de op twee na grootste te maken. Dus ja, blijvertjes, dat zou best kunnen, maar je hebt er geen flikker aan. Dat is eigenlijk mijn observatie. En ja, ook in de Vijfde Messias, misschien moeten we er een boek over schrijven, dat heet De Vijfde Messias. Ook de Vijfde Messias laat zien in feite dat je eigenlijk dat electorale systeem enorm makkelijk op zijn kop kunt zetten. En dat vooral gestuurd wordt door vage sentimenten. Ik heb al gezegd, het is een talkshowpartij. Hè? Het is geen partij die ergens een ideologisch serieus fundament heeft. Nee, dat is er niet. Het zijn vage sentimenten. Over het feit, met name natuurlijk in de periferie, dat men zich verwaarloosd voelt. Je hebt daar provincies, ik geloof in Overijssel, daar heeft ze, weet ik veel, meer dan de helft van de stemmen gekregen. Maar dus ik zie dat eigenlijk, ja, het zou best een blijvertje kunnen zijn, maar dat draagt niets bij aan de oplossing van de problemen waar we nu al jaren mee worstelen en die allemaal dezelfde oorzaak hebben. Namelijk reorganisaties, bezuinigingen, dat hele waanidee dat onze overheid heel anders ingericht moest worden. Dichter bij de burger, weet je nog wel? He, zo dicht bij de burger dat je vaak uit wanhoop bereid bent om suïcidaal te worden met de Nederlandse overheid. Maar hoe weet je nou dat zij het niet kan oplossen? Want je moet het haar zij toch eerst... Zij kan niks oplossen. Ja, maar ze heeft het nog niet eens mogen proberen. Ze moet toch eerst een kans krijgen om nu mee te gaan regeren in die provincies? Ja, natuurlijk. Dat gaat ze ook zeker doen. Ja, en misschien lukt het dan wel. Ik heb je al uitgelegd wat er dan gaat gebeuren. Nou, dan wordt aan de schroefjes van het stikstofprobleem gedraaid. En dan wordt de deadline wordt opgeschoven. Die is nu 2030. Dus ja. Volsom doet even een voorspelling. Dat wordt 2035. Daar kan iedereen wel eens een beetje mee leven. Niet waar? En dan wordt het natuurlijk met die uitkoopregeling en zo. Daar kan ook al wat aan gevoezeld worden. Maar het probleem zelf moet nog steeds opgelost worden. En wat is dan het probleem zelf? Wat versta je daaronder? Ja, dat de uitstoot van stikstof zeer significant beperkt moet worden. Dus we stellen het uit en het probleem wordt niet opgelost. En we blijven we dan ook op slot? Het woord uitstel staat hier centraal. Namelijk de Nederlandse overheid heeft op dit punt al decennia in feite de werkelijke oplossingen uitgesteld, de andere kant op gekeken, beweert dat het allemaal gecompenseerd kon worden door pompjes te planten, wat ze al niet verzonnen hebben, niet waar, om geen beslissingen te nemen. En nu zullen ze tenslotte gedwongen worden beslissingen te nemen. Zij het wellicht in een iets ander tempo en op een iets andere manier dan voordat de BBB zo spectaculair heeft gescoord in die verschillende provinciale gremia. Dus we verplaatsen nu de pijn naar over 5 jaar. Want dan moet er alsnog hier een knoop over doorgaan worden. Ja, en ik zou zeggen dat het besturen van Nederland in toenemende mate het verplaatsen van pijn is naar een moment waarop we daar wat eigenlijk vaag in de toekomst ligt. En, ja, want we hoeven er nu niks over te doen. Ja, want dan kunnen we misschien weer een boompje planten of zo. Rutte was ook in de Westenstemming. Ja, het was iets anders verlopen dan hij gehoopt had, maar toch. Een gaaf land. En, maar er zijn nog steeds een grote partij. Eerst heeft hij nog een allerlei poppenkast gemaakt. Niet waar, door te zeggen dat het best wel eens tot het einde van het kabinet zou leiden. Toen is er een enorme klap uitgedeeld. En toen zei hij ineens, nee, we zijn maar nergens voor nodig. Om ook een beetje een slappe truc. Om op het laatste moment nog wat stemmen te werven langs die weg. Dus nee, ik ben er dus. Het is bijzonder teleurstellend. Maar het is toch in allerlei opzichten de Vijfde Messias. En we hebben zelfs aan de blijvertjes onder de Messiassen
bar weinig gehad. Bar weinig. Hmm. En ook op dit punt zal misschien het stikstofbeleid zal iets veranderen. Maar uiteindelijk aan de oplossing van de werkelijke diepstekende managementproblemen van de Nederlandse overheid zal, althans door de BBB-beweging, niets worden gedaan. Denk je dat Europa daarmee akkoord gaat? Dat we een beetje foezelen met de regels. Nou, ik denk wel dat we boos toegesproken zullen worden. Dat het nou God beter is welke tijd wordt om er echt iets aan te doen. En dat vind ik ook wel. Besluit anders niet dat het belangrijk is. Hè? Mm. We hebben een wet, we hebben internationale overeenkomsten. Dus ja, vroeg of laat zullen we er toch iets aan moeten doen. Ja, en jij verwacht dat D66 het kabinet niet laat vallen en dat zij wel mee gaan bewegen? Ja, als het die kwesties zijn die ik genoemd heb, namelijk uitstel en een iets flexibele uitkoopregeling, hoe die er ook mogen uitzien, daar zitten die ambtenaren. Je denkt al in Nederland meteen, daar gaan ambtenaren over nadenken, dan weet je dat het allemaal nog veel langer gaat duren, dat allemaal ingewikkelde complicaties ontstaan, ruzies tussen de ministeries, en daar gaan ze maar door. Laten we hopen dat dat dan niet gebeurt. Maar nogmaals, waar aan gewerkt moet worden, maar waar ook dit kabinet in feite geen donder aan gedaan heeft en bij mijn weten ook helemaal niet in staat is om er werkelijk iets aan te doen, dat is die verkalking van het bestuurlijk apparaat. Lees nog, laten we allemaal nog een keer Cenk Willing lezen. Groter denken, kleiner doen. Hmm. Ja. Ze hebben het overheidsapparaat voor een belangrijk gedeelte naar de kloten geholpen. En het is tijd dat dat aangepakt wordt. Ik weet ook niet precies hoe. Ik ben wel boel, als je in mijn studeerkamer gaat kijken, dan weet je zeker dat de entropie definitief heeft toegeslagen. Maar wat vind je nou het knappe aan de prestatie van de BBB, mevrouw? Dat ze het ongenoegen op een zodanige wijze heeft weten te combineren met wat in feite een betrekkelijk ondergeschikt punt is, namelijk de stikstof. Al die mensen die verder van die stikstof niet veel weten en die bovendien zelf waarschijnlijk geen grote veestapel op nahouden, dat die hebben gedacht van, zie je wel, dat is eindelijk iemand die zegt hoe het zit. En dan krijg je ook weer dat, want dat schrijven ook al die intellectuele commentatoren, dat zij zo gewoon is, dat haar sterkste punt zij is zo gewoon. Maar daar gaat het niet om. Volgens mij kun je veel beter zeggen, authentiek is een veel beter woord. Want Pim Fortuyn was helemaal niet gewoon, dat kun je toch moeilijk beweren. Maar hij was wel authentiek. Hij zei wat hij dacht. En dan ook dat eeuwige, zij zegt wat wij denken. Maar wat is het verschil tussen gewoon en authentiek? Nou kijk, authentiek kun je zo gek als een deur zijn, maar dan hebben de mensen wel het gevoel dat je ook echt zo gek als een deur bent. En niet net doet alsof je zo gek als een deur bent. Dat is denk ik even een zwakke punt van Thierry Baudet, die is zo gek dat je echt serieus kunt twijfelen of het niet gewoon een soort pose is die erop nahoudt. Een act? Ja, een act. Ja, ik denk dat Thierry Baudet wel een beetje een poseur is. Ja, maar ik heb wel het idee als ik Caroline zie van ja, ze is ook zo als ze bij de moeder op de bank zit. Precies, authentiek. Ja, of gewoon. Nou ja, ja, authentiek is belangrijker. Oké. Okay. Zij heeft wel natuurlijk, en dat zei ze ook in haar toespraak, die mensen die normaal niet gaan stemmen, die heeft zij weten te mobiliseren. Sommigen, maar anderen zijn weer thuisgebleven. Hmm. Dus dat ben ik, daar ben ik op zichzelf niet zo bijster van onder de indruk. Hmm. Ja. Eigenlijk bovendien, ja, zelfs bij parlementaire verkiezingen komt de kwart gewoon niet op daar. Ja. Dat is betreurenswaardig, maar maar heeft zij wel, want zij, ik denk dat zij niet de vergelijking met die messiassen die jij hebt genoemd, die vindt zij helemaal niet fijn. Hè? Daar wil ze helemaal niet mee vergeleken worden. Nee, dat begrijp ik heel goed, want zij zelf voelt zich natuurlijk ook geen messias. Maar het gaat mij ook niet om haar, het gaat mij om de kiezers. Want het zijn de kiezers die haar 16 zetels in de Eerste Kamer hebben bezorgd. Overigens moet ik zeggen, ik heb één keer dus een kwestietje met haar gehad, waarbij ze onmiddellijk in feite uitging van complot, ik ben opgelicht, ik word belazerd. Was dat bij de slimste mens? Ja, die verlossen me zijn leugenaar, ze houden die lullen, de hand boven het hoofd. Altijd moet ik, nou ja. Even voor de mensen die dat gemist hebben, het ging over 14 juli hè, en die feestdag of zo, hè? Nee, 6 juni, die day. Dat was het, ja. Volgens haar decision day, ja, dat is helemaal niet waar.
Dus dat zei ik ook. En nou goed, ze wou mij niet geloven. En toen zei ze dus de volgende avond, geloof ik, bij Umberto. Ja, die zak van een verlossum, dat lijkt, die oude vent, die wist niet waar die het over had. Die decision day, dat weet iedereen. Ja, ze had niet de moeite genomen om iets op te zoeken, dat begrijp je. En ja, ik vond dat enorm kwalijk, dat je bij voorbaat beschuldigd wordt van oplichterij. Zonder dat ze dus behoorlijk had onderzocht of het dat ook was. Want later bleek ik moet zeggen, achteraf heeft ze omvangrijk haar excuses aangeboden. Maar dat ze die primaire reactie vertoonde van ze liegen, hè, om mij te pakken te nemen, wordt er gelogen. En dat oude lijk, dat wordt in bescherming genomen, die nooit weet waar die het over heeft. Ja, mensen die je wat beter kennen zeggen dat dat haar een beetje haar manier is. Zij is vrij snel en reageert vrij fel, maar als ze dan gaat onderhandelen en je bent iets beter met haar, dan is ze ook wel weer zacht. Ja, daar stond een biografietje van haar in Follow the Money. Nou, ik moet zeggen, het kan zijn dat dat dan ook weer wat aan de negatieve kant was. Maar uit dat biografietje zou ik zeggen, is zij de geboren flexibele leider van een omvangrijke beweging, dan zou ik zeggen nee. Want, wat las je daar dan? Nou ja, het is lastig, het is een ruziemaker, complotdenker. Maar waar baseren ze dat dan op? Nou ja, ik heb het gelezen, het stukje. Okay. Ze heeft tal van verschillende werkkringen gehad in de loop der tijden. Oké, maar tot nu toe heb ik dat nog niet gehoord ergens. Nou, laat iedereen het stukje van Follow the Money lezen. Ik van Fortuyn was het redelijk duidelijk dat het een ruziemaker was. Ja, het zijn natuurlijk toch altijd een beetje. In die zin, Geert Wilders was ook een ruziemaker. Ja. Je moet wel uit je partij weglopen. Ja, maar wat ik dus net wilde zeggen is dat zij dus bewust daarvan weg wil blijven. En ze schuift dat ook verder. Ja, dat begrijp ik volkomen. Want ze heeft ook. Maar waar ik op doel is dat er een zekere volatiliteit onder de kiezers heerst, dat ze gewoon elke zoveel jaar denken, het moet anders, het kan anders, dat is een hele aardige mevrouw. Dat is niet een verwijt aan haar. Zij doet dat goed en is in allerlei opzichten, misschien verrassenderwijs, heeft zij die gevoelens van ongenoegen vertolkt. Nou, de protesten. Mij gaat het om het feit dat er geen enkele vastigheid over de rechterzijde van het electoraat te vinden valt. En dat is enorm destabiliserend. Ja, nou, dan moet je weer anders. Bestuurlijk, dat wordt allemaal ingewikkelde onderhandelingen. En nogmaals, als ik dacht dat het allemaal werkelijk iets op zou lossen, als het de, laten we zeggen, structurele problemen in Nederland zou oplossen, dan zou ik er erg voor zijn. Maar daar geloof ik helemaal niets van. Echt helemaal niets. Nogmaals, wat ik uit heb gelegd, is dat er in beperkte mate aan de knoppen van het stikstofbeleid gedraaid zal worden. Zij heeft uitgelegd hoe zij nou zich heeft voorbereid hierop. Ze heeft bestuurders volgens mij die eerst bij VVD en CDA zaten, die gaan dus nu de provincies in. En ze heeft al een jaar, ruim een jaar, zich daarop voorbereid door bijvoorbeeld naar de vergaderingen in de provincie te gaan. Op de tribune te zitten. Ik twijfel er niet aan, omdat iedereen begrijpt natuurlijk dat het eerste wat je denkt bij een dergelijk verschijnsel, want ze stond natuurlijk al een hele tijd hoger de peilingen, is van ja, wacht maar eens even, hoe ging dat de vorige keer? Nou ja, dat is dat eclatante mislukking van Forum voor Democratie. Dus dat willen we niet. Dat uiteindelijk de sentimenten die ten grondslag liggen aan dit fenomeen identiek zijn, is vers 2. Dat zij misschien in staat is, door een iets grotere bekwaamheid dan Thierry Baudet, om niet diezelfde fouten te maken, dat zou best kunnen. Maar nogmaals, dat lost naar mijn idee niet de werkelijke problemen op. De werkelijke problemen zitten veel dieper. Dat is wat je net zei. Het zou kunnen zijn dat zijn blijvertje is. Ik moet ook zeggen, de mensen die ik zag op tv, die haar dus in haar partij zitten. Ja, dat lijkt een solide type. Ja, geen gekkies. Ja, nou ja. Kijk naar waar ze. Ik denk dat vooral in de VVD de ongerustheid. Kijk, het CDA, dat is naar mijn idee een zinkend schip. Ja, sorry, maar dat is. Dat gaat niet meer lukken. En daar liggen haar kansen, denk ik. Voor vastigheid liggen daar. Bij het CDA? Ja, of althans van het leegzuigen van het CDA. Maar ik denk dat ze bij de VVD dan nog wel eens even naar die cijfers kijken. Waar blijkt dat massa's VVD'ers, of althans mensen die 4 jaar geleden VVD hebben gestemd, dat die op haar gestemd hebben. Ja. Dus zij is ook een bedreiging voor de VVD. Zeker een VVD die loskomt van
haar schijnbaar charismatische leider, haar schijnbaar onkwetsbaar en charismatische leider, die er zo'n puinzooi van gemaakt heeft. Nou ja, nogmaals, hij is hier de leider van kabinetten die breed gesteund werden. Natuurlijk is dit ook allemaal... wat er fout is gegaan, is de schuld van het hele politieke systeem. Aan de andere kant kun je ook zeggen, je ziet, de democratie heeft gewerkt. Ontevredenheid vertaalt zich in een forse politieke verandering. Ter rechterzijde, dat wel. Kijk naar het staatje. Jij leest geen papier en krant meer natuurlijk. Ik heb de Volkskrant heb ik eventjes gelezen vanochtend. Oké. Maar digitaal ook. Oké. Ja, dat is een leuk stuk in de NRC. Kijk maar even. Je mag er ook altijd gratis 3 stukken lezen of zoiets dergelijks. Het is, ik denk gewoon wat interessant. Ik had ook niet gedacht dat het BBB-electoraat zo eenzijdig zou zijn samengesteld. Mm. Dus van ouderen en laag opgeleiden. Maar dit is gewoon de protest. Echt totaal geen jongeren. 0,0. Nee, niet 0,0, maar er is geen enkele partij die zo weinig jongeren in het electoraat had aangesproken als de BBB. Ja. Maar je ziet hier de ontevredenheid natuurlijk over het kabinet, wat overal geroepen wordt. Terecht, nogmaals. En hoe vaak hebben we het er niet over gehad? Ja, kijk, en als je hebt gezegd, je moet strategisch stemmen. Die mensen die dus ontevreden waren, die hebben wel slim gestemd door allemaal op de BBB te stemmen. Want het is in ieder geval een duidelijk signaal. Ik denk niet dat vanuit dit perspectief die grote problemen kunnen worden opgelost. Zolang niet ook de dominante partij in Nederland, en wat je verder van de BBB-beweging mogen denken, maar dominant is die beweging niet en zal die ook niet worden. Daarvoor is die ook te eenzijdig samengesteld en denk ik dat een deel van het electoraat geen blijvertjes zijn. Al zou misschien een deel dat wel kunnen zijn, dat is vers 2. Maar zolang die jongeren dus geen enkele interesse tonen, de tijdsbestendigheid van dit gezelschap lijkt mij beperkt. Althans, als ik daar de electorale leiding zou hebben bij de BBB-beweging, zou ik mij daar wel zorgen over maken. Ja. En dus nog even samenvattend, waarom je dat dus vindt, heeft dat dus mee te maken dat ze het probleem niet kunnen oplossen? Nee, sterker nog, dat wou ik gaan zeggen eigenlijk. Zolang niet de dominante beleidsbepalende partijen, in casu in het bijzonder de VVD, die natuurlijk langzamerhand ook een beetje een leeggelopen ballon begint te worden. Ideeën zijn daar ook niet meer. Ze surfen een beetje met Rutte door de problemen heen. Maar in feite dragen ze niets meer bij aan de verandering van Nederland. Aan de verbetering van Nederland, laat ik het even zo zeggen. En dat geldt deels ook voor de andere partijen in het kabinet. Mm. Maar laten we eerlijk zijn, het kabinet heeft geen diepe indruk gemaakt, toch? Nee. Maar er zijn natuurlijk wel mensen die zeggen van, ja, Maarten, ben je niet te kritisch en te hard voor een BBB-beweging? Moet je ze niet eerst een kans geven en ze dan pas... Ik geef ze alle kansen. Ik ben zo democratisch als de pers, dus laat maar eens even kijken. Het gaat er meer om of mijn voorspellingen uitkomen, ja of nee. Ja, maar we hebben nu gezien, Forum is na 4 jaar, ja, die bestaan bijna niet meer. Nee, Rita Verdonk heeft het aangelegd met een kleine crimineel in Den Haag. Wat hebben we nog? Geert heeft... de locomotief die kan nog wel fluittonen produceren, maar de locomotief staat op een zijspoor. De wissels zijn overgroeid, dus die komt niet meer op het hoofdspoor. En nou ja, hoe het met Fortuyn is afgelopen, dat weten we allemaal. Ja, maar wat is dan je verwachting over 4 jaar met de BBB? Zijn die dan ook weer zo klein? Nou, zo klein, daar komen we terug op het punt van staying power. En het zou kunnen dat ze in feite de rol van het CDA overnemen. Dat kan. Dat kan. Maar of ze bij parlementaire verkiezingen een zodanig spectaculaire overwinning zullen behalen, over, wat is het, ruim 2 jaar, nadat we alle ruzie hebben gehoord over de coalities die gevormd moeten worden en wat er dan tenslotte uitrolt, precies die dingen die ik je voorspeld heb, die er wel uit kunnen rollen in principe, dat moeten we maar even afwachten. Ja. Maar jij zegt, ze zijn geen dominante factor, maar ze mogen in elke provincie mogen ze nu als eerste aan zet zijn voor het bestuur. Ja, dat kan. Maar dan kun je er ook slagen en dan ben je wel dominant. Ja, maar goed, zou zeggen, kijk naar Forum. Dan kun je zeggen, er waren nog grotere, of dat waren echte gekken. Dat is wel waar, maar goed. Maar zij willen echt mee gaan doen, de BBB. Hè? Forum op een gegeven moment heeft ook gezegd op sommige programma's. Ja, maar ze hebben ook condities gesteld. En ik vond er al nogal...
vond er nogal, ik kan me wel begrijpen op zo'n verkiezingsavond dat je denkt, god, ik heb de hele wereld in mijn zak, zo werkt dat natuurlijk. En dan zie je natuurlijk dat je weliswaar een geweldige uitslag hebt gedraaid, maar dat 80% van Nederland niet op jou gestemd heeft. En natuurlijk alle belang bij heeft om zeker ook in al die diverse, gedeputeerde staten die gevormd moeten worden, om ervoor te zorgen dat je invloed niet al te groot wordt. Goed, er zijn nog wat vragen over dit onderwerp, maar ik stel voor dat we die meenemen naar de volgende aflevering. Mocht je nog een vraag hebben, laat hem even achter in de recensies op Apple Podcast. Dan zien we hem vanzelf en dan nemen we mee in de volgende aflevering. Die Van Rossum is een leugenaar. Ze houden die lul de hand boven het hoofd. Heb je de live podcast over de oorlog in Oekraïne gemist? Vervolgens word je eigenlijk uitgemaakt voor een randdebiel die niet wist wat er aan de hand was. En dat vond ik zeker in het geval natuurlijk van Arend Jan wel heel vreemd, aangezien hij vrijwel nooit gelijk gehad heeft. De live podcast is nu terug te luisteren als luisterboek. Tegelijkertijd hoef je dan weer niet meteen, niet waar sidderend wakker te schudden, omdat je ook hebt gehoord dat het Russische leger geen kloot voorstelt en ook moeite zou hebben met Litouwen te bezetten. Geniet ruim 2 uur lang van Maarten van Rossum op ouderwets studium generale niveau. De link naar het luisterboek staat in de show notes. In deze krappe arbeidsmarkt is er één bedrijf dat helemaal geen moeite heeft om nieuwe mensen aan zich te binden. Waarom dat zo is en hoe ze het aanpakken, hoor je in een nieuwe aflevering van C-Level. De link staat in de show notes.